klasse zoals ze gisteren waren. Dus de felicitaties gaan aan de Duitsers die hun titel terugverdienen. En wat zullen de Noord-Amerikanen achter de oren krabben? Ze rijden altijd het Amerikaans kampioenschap ook zo ongeveer in deze tijd. We kunnen toch de laatste jaren in het paarrijden niet echt redden tegen de Europese, Europeanen en natuurlijk.